Hallo, dit zijn de kaartjes voor de leeuw voor jullie. Ik ga werken met de Saints and Angel kaarten. De Keepers of the Light kaartjes van Carl Gray. En de Romance kaartjes, de Engelen van de Romantiek. Oké, veel kaartjes voor jullie, leeuw. Als eerste komt Freya. Oké. Zij is dus van de maan. Er is altijd een begin en een eind. Het is een leven is een soort cyclus. Dus connect goed met de maan. Hè, en weet dat er fases zijn dat er nieuwe dingen komen. Maar we gaan even straks de engelen nog vragen. Diana komt. Oké. Die zegt, denk aan wat je wil. Set your set high, dus dream big. Hè? En denk ook van, nou, dat verdien ik ook. Hè? En richt je op van, nou, zij is ook heel zelfverzekerd. Hè? Dat mag je zelf ook zijn. Ik verdien het allerbeste. Oké, wat is dan belangrijk? Gaan we eens even kijken. Oké, er waren twee kaartjes die waren gekomen. Commander Ashtar, Call to Action. En Mercury, open communication. Nou, die horen dus echt bij elkaar, hè? Take charge, lead by example and walk your talk. And speak up with love and be heard. Dus echt twee die om het keelchakra gaan. Zelfverzekerdheid is dus belangrijk. Maar ook zeggen wat je wil. Om hulp vragen, maar ook zeggen wat je denkt. Dus dat is belangrijk. En het is dus vrouwelijke en de mannelijke kant in jezelf ook toelaten. Hè? Gevoel en verstand. Cyclus. Dan komt Maria Magdalena met forgiveness, dus vergeving. Vergeef eerst jezelf, maar vergeef ook de mensen in je omgeving. Hè? En dan op de Diana van weet wat je wil, daar komt echt you found it. Dus het komt op je pad. En voor sommigen is dat zelfs een nieuwe cursus of hè, een verdieping in jezelf. Maar weet dat je het beste verdient en het komt ook snel naar je toe. En dan zit het derde kaartje en die zegt oké. Geef jezelf een retreat, een vakantie, een dagje weg, connecten met de natuur. Oké. Zij is met een hert. Maar je kan natuurlijk zelf ook connecten met dieren. Hè? Dat werkt ook heel goed. Nou, wat ligt er dan? Dan brengen de engelen van romantiek. Ja, als jij al positief bent en mensen vergeeft en lekker in je vel komt, zegt wat je wil, dan trek je mooie mensen naar je toe. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Dus als jij geniet van het leven, zeg maar, en je voelt van oké, er komt iets naar me toe, dan kan je ook zeggen oké, dan laat ik mijn licht gewoon naar anderen toe gaan, hè? Extend your lighthearted energy to others. Dus laat die positiviteit van jezelf, dan trek je ook een positieve persoon aan, hè? Wat ligt daar dan? Als laatste bij dat speak up, hè? Open je keelchakra, zodat je open communiceert. En dan zit er pay attention to red flags. Dus let op. The signs are causing you. Dus er zijn misschien dingen. En je voelt misschien in die vakantie of die dag voel je dat ook heel goed aan. Er zijn mensen die je misschien naar de negativiteit willen trekken. He, en die zeggen, nee, je kan niet gaan flirten, want er is nog een oude relatie die speelt. En die gaat, dat is een rode vlag. Die let op
voor mensen die weer terug willen gaan naar de negativiteit. Hè, kan dus iemand in je verleden zijn die dus nog aan je vasthoudt. En let op dat jij positief blijft. En als er dus een negatief iets is, nou, vraag om de hulp van de engelen. Ik ga nog even vragen of er nog iets extra's bij moet komen. Je kan ook als je connect met de maan, de energie vragen van de maan, hè, als het volle maan is. Maar let met name goed op je beide kanten, vrouwelijk en mannelijk. Dus het gevoel mag heel goed naar boven. En zeg dan wat je wil, weet je wel, kom voor jezelf op. En zeg niet van, laat dat ego een beetje klein. Hè? Zeg van, oké, expect the best possible outcome. Dus als dat ego zegt, ja, je verdien je niet, je kan niet veranderen. En nee, je gaat het wel vinden. Vertrouw daar ook op en vraag anders hulp van de engelen dat je het... Maar dat je je keelchakra mag openen, dat is heel belangrijk. Let even op voor negatieve personen die je nog aan je trekken. Maar er komt dus liefde aan als je ook vergeeft. Hè? En dan ga je het echt vinden. Wat hier in het midden ligt met Sant' Antoni van Padua. You found it. Hè? De balans tussen je vrouwelijke en mannelijke brengt je... weer mooie personen op je pad. Nou, Leo, ik wens je heel een mooie maand toe. Alle beste. Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een persoonlijk consult. En dan zie ik je graag weer volgende maand. Dag!